Gaat u op vakantie? Ik toevallig aankomende zondag. En waar gaat u heen? Naar de Filipijnen. Lekker naar mijn vader op vakantie. Ja, uw vader woont daar? Ja, mijn vader woont daar. Dus ik ben nu hier met mijn kinderen een kinderfeestje vieren en dan over 4 dagen ga ik weg. Ik ga met haar kinderen naar Slagharen. Ik ben oma en ik ga met haar kinderen naar Slagharen. Wat neem je nou per se beslist mee wat je niet thuis wil laten? Snoep, drop vanuit Nederland en check voor mijn vader. Ja. Kijk, drop, wat kan je daar niet kopen? Nee, absoluut niet. Dus dat halen we daar. En kaas en worst moest ik voor mijn vader meenemen. Ja, die zit daar altijd? Die woont daar sinds 15 jaar, zoiets. En dat zijn dan de dingen waar hij nog naar verlangt? Ja, heel erg. Dus die neem ik dan weer mee. En die zal waarschijnlijk daar ook zelf op gaan eten, want ik ben ook gek op drop. Biscuitjes nam ik altijd mee. Voor als er per ongeluk eentje ziek werd van de kinderen. Altijd droge biscuit had ik altijd bij me. Waarom? Ja, weet ik niet. Als je ergens bent waar ze of het eten niet lusten, of een maag is van slag of iets, biscuit lukt gewoon altijd. Gaat u wel eens op vakantie? Misschien volgende maand. En waar gaat u dan heen? Turkije. Wat is hetgene wat u niet thuis wil laten? Mijn fiets. Die gaat mee? Die gaat mee. Want u gaat op vakantie met de fiets? Ja, en met mijn vrouw. Toen u vroeger op vakantie ging, wat wilde u dan per se mee hebben? Ja, ik wilde het liefst de kat meenemen, maar ja, dat ging natuurlijk niet. Hoezo de kat? Ja, dat was mijn kat, dus die had ik liever mee willen nemen. Dus die kat die kwam ons ook zoeken, wel eens dan liep hij weg omdat hij ons aan het zoeken was als wij op vakantie waren. Steeds minder mensen kunnen op vakantie. Heeft u daar ook last van? Nou, we kunnen niet 3 keer in het jaar op vakantie. Dus 1 keer in het jaar, maar echt last. Ja, ik probeer altijd toch daar het positieve van in te zien. Je leert ook dus thuis te zijn en je leert ook je thuis te vermaken en met de buren om te gaan en lekker naar het park te gaan. Nou, dat vind ik helemaal niet slecht. Nou, normaal ga ik 2 keer per jaar, maar dit is 1 dure vakantie. Dit is een dure vakantie, maar ik denk dat iedereen wel minder geld heeft, dus ook ik. Dus ik neem wat minder zakgeld mee dit jaar. Je hoort steeds meer dat mensen minder op vakantie kunnen gaan. Is dat bij u ook zo? Nou, ik heb het nog niet echt gemerkt. Het is meer dat we nu in Nederland op vakantie gaan omdat de kinderen zo klein zijn en je niet lang in het vliegtuig wil zitten. Maar nee, we gaan niet echt minder op vakantie. Ik ben selectiever geworden, denk ik. Ik besteed, weet wel wanneer en hoe ik het besteed, bewust. Omdat je toch minder op vakantie kan, zorg ik wel dat als ik ga, dat ik daar ook naartoe leef, het kan betalen en niet met geld zorgen terugkom. Dat vind ik heel droevig. En wat gaat u doen in Turkije? Gaat u zwemmen? Wandelen, ik de water kom. Ik denk voor mij, dit is een heel mooi land. Ik denk voor mij lange. Met wie gaat u? Gaat u alleen? Nee, voor mijn vrouw. Niet alleen. Voor mijn 5 kinderen hier. Wat gaat u daar doen? Genieten, ontspannen, zonnen, vooral niks doen. Even geen moeder zijn, even lekker naar mijn vader toe. Lekker kletsen en relaxen. Veel plezier op vakantie. Ja. En bedankt. Dag.